Seks in de omloop van het Rewarden die we gelukkig weer organiseren, Maaier. Maar dan mag even nog een huisje om. Ja. Ik ben Kees de Vries, ik ben een van die leden van de zonnekoperige bestuur. Voor komende sneeuwen hebben we nou een deelnemerslijst en de deelnemerslijst die circuleert nu op de tafels op dit moment van 121 man. Zakje, ja. Mooi wandel. Ik ben hier van een medeoprichter en waar je dat voor een verkeersregel zit, ze nemen het ook op parcoursdirecteur. Ik haal de renners bij die dat hier komen, dat verzwaar ik al hier in de veiligheid van het voer. Cor Visser. Ja. Klinkers dacht ik en gedeeld achterop. Bij Reertsek is aardig snel. Dus, dit hier maar 120 man, dus het werd gezellig druk, dacht ik. Waarom kies je voor deze omloop? Nou, het is mooi makkelijk in de buurt. En ik vind het een mooi rondje, 100 kilometer en net voor de bocht. En het is gewoon omlopen van 10 kilometer, is gewoon fijn. En ik kom hier eigenlijk elke keer, dus gewoon een beetje tradities harker in. Want zet ik best wel moeilijke stukjes bij dan? Jawel, maar wat wel taai. Het is wel gek hoor, hier, hè? Ja. Hoe was het vandaag, Stuart? Nou, ik heb geen idee. Zo voor mij is het natuurlijk wel meer een training voor de winter. En ik hoop dat ik gewoon lekker fietsen ken, dat is belangrijk. Dadelijk vertrekken geneutraliseerd. We gaan vanmiddag hier koersen. Dat betekent dat we 9 ronden rijden. Belofte komt terug. Dan depanage en twee neutrale materiaalwagens in de wedstrijd. Dus daar kun je, als je pech krijgt, depaneren. Geen ronde vergoeding. Helemaal. Ja, maar ook zijn. Yes, man, veel succes in de omloop van de drie woorden. Ja, die is ondertussen getrokken. Kom op, jongen! En dan is het kuipbaasje Pim Kranzenier, die hier de eerste training heeft pakt voor het drukkenrol 100NL. Uitgronden. Jasper Schouten. Achter de groep onder aanvoering van 25 Laurens van Emden uit Dringelo rijden voor de formatie. Achterdoren, 8 premies op de mee, dames en heren.
Kijk eens in lijn. Maar dan hebben we maar één ding in het vizier. Hiermee. Vijf man op hol. Drie pole position. Twee de achterlaatste tuining op koplopers. Twee man die gaan pijlsnel richting die twee koplopers. Peloton daar verder achter voor de finish. 6, 7 en 8. Neem je even speciaal iemand? En voor Sven Kramer. Ja. Ja? Ja, ja en, maar die hebben we niet gezien. Nee. Net, Sjoen? Nee, het gaat ik snel. Ik de hele tijd. Voor de eerste premies melden zich hier, jawel. Met de 30 als eerste man Jarno Kemeijer, de tweede man Roderick Hefferink, drie Douwe de Vries. Dus ook de zesde premie van Rick Ladruk-Gietscher. Vijf ronden nog te gaan. We gaan even met de hele ruimte met de dames en heren uit de tafel. En het is 116 en 111. Gino Luca Vierhouten en 111 is Jasper Schouten. Kan de koers nog wat volgen? Ja, zeker. Weet je waar het voorop hoort? Nou, de vriend. Drie koppels. Ruim een minuut voorsprong voor de Trojka. Ruim een minuut. Vier ronden te gaan. Eerste premie. Ja, die mannen die gaan een dappere poging ondernemen. Probably kijken we naar de Semi van der Tuke. Vierde premie. Vijfde premie. Hart Thijs de Vries aan de kolom. Ja, we krijgen de zes premies. Twee ronden nog te gaan, mannen. Twee rondjes nog te gingen. Meer dan anderhalve minuut op die kant achtervolgens. En de peloton inmiddels nog meer dan twee minuten. Sven, die 11 kilometer kapwerk al heeft gedaan in die kapgroep van zes. En het verschil van alleen maar groter. Laatste ronde, man en ronde. Laatste ronde, peloton. Laatste ronde, peloton met Henrique Vos. Met 62 van Dijkling. Okay.
Hoe vind je het parcours? Ja, zwaar. Ja, ik vind het heel zwaar. Maar ik heb lekker uitgereden. Arjan Arendsen. En verder gaat mijn lijstje niet. En Nodal. Hoe lang is dat op fiets dan? Ja, actie, zegt u maar. Dat ging goed. Lekker gefietst. Bij het, de Oude Vries gewonnen heeft, dus een genoot van mij, zowel bij het fietsen als bij het schaatsen natuurlijk. En uiteindelijk, zij waren met z'n drieën weg en wij reden hem nog met drie naartoe. En sprint aangetrokken voor Douwe en gelukkig gewonnen. En een mooi bonket. Met een applaus dames en heren naar de tweede stek van het podium, Jarno Gewelling-Meiling. Dames en heren, we brengen natuurlijk de handen op elkaar in de drie woorden voor een fantastische winnaar. Hij was echt niet te houden, Douwe de Vries! Ene fles champagne, de krans van de familie Buiksma, overhandigd door Oet de Vries, de voorzitter van Dwarfbelang, Moenijn Reertjerk, de Biedermeijer komt erbij. En Mirte komt er wie steen en Oetse komt er wie steen. Yes! En wie dan ook al. Hoe is de koers eraan? Goed. Ik ja? Gewoon een vijfde. Mooie winnaar, Douwe de Vries. Een spannende koers. We zijn altijd begroepen vooruit. En ik vond het een hele mooie koers. Terechte winnaar? Ja, vind ik wel. Ja, hij zit altijd in de kapgroep. En waar we hem ook ompakken, maar hij is er altijd voorbij. Terechte winnaar. Ja. En Oos, ben er Oos nog dingen geweest? Is het een beetje knap voor Ron al je? Ja, het loopt wel. Ik heb iemand nog even evalueren, maar op het eerste gezicht is alles vanaf van ons. En nou? Mag opromen. En dan? En dan nemen we je, hè? Ja. Dag hem hier weer? Ja, de bedoeling is al. Ja. Oké.